Een hele goede middag. Het is woensdag. Rare dag. Maar goed. Ik ga het vlogschema even aanpassen. En ik zal even de link in de beschrijving zetten wat er precies gaat veranderen. En dan zien jullie het zelf. Maar goed, het is woensdag. Het is 12:15. En het is redelijk weer vandaag. Ja. Met mij gaat het super kut. Maar daar kom ik later op terug. Maar ik denk, we gaan in ieder geval vast de vlog openen. Dus, tot dadelijk. Ik kocht vorige week een plantje en toen was die onwijs groen. Dat kan je ook op de site zien. Kijk ik van de week, zit hier gewoon echt plastic omheen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus ik heb het eraf gehaald. Maar ja, hij ziet er een beetje dood uit. Dus ik hoop dat hij nog gaat doen. We hebben een kaars aan. Vernieuw je. Lekker. Is dat klaar? Gaat Tarik en Ellen even de oven in en dan eten. Oh ja, en met dat taartje pakken. En mijn knappert is ook weer thuis. Geen knappert. Nu wel een knappert. Wat is de zaterdag dan? Verjaardag. Ben jarig, hè? En ik 13 man, kom wel. Ja! En vrijdagavond ga je op stap. Ja, gaat goed. Oh kut, ik moet de kaart opstellen. Ja, nog niet aan toegekomen. Dus. Oh, ga zo de foto laten zien. Ja. Je had kennismakingsdag vandaag, hè? Ja. Was het leuk? We hadden maar 300 dingen gedaan. 300 dingen maar? Oh, valt mee. Ik dacht gelijk bij een hele sportdag of zo. Oké. Maar het was niet eens een kennismakingsdag. Het waren gewoon maar drie spelletjes. Je zit al 2 weken met elkaar op school. Oké. Ga zo eten. En even een update van mijn gebroken poot. Het gaat wel ietsje beter. Wat dik, maar het doet niet meer zo pijn. Gelukkig. Zo, ondertussen mijn ontplofte hartjes. Het is zo 6:30 of zo. Ik zit ook op de bank. Je hebt het druk. Dus, neer is naar een vriendje toe. Ik ga het zo even lekker. Mijn make-upje eraf halen en dan ga ik lekker mijn bedje in. Ik ben moe. En ik heb het koud. Mooi. Dus. Zie ik jullie morgen weer. Doei. En een hele goede morgen. Nou, het is donderdag. 7:45. Even wachten tot ze komen bloed prikken. En dan gaan we wachten. Op de uitslag. Een beetje kortademig. Ik ben een beetje benauwd. Dus we gaan het weer lekker rustig aan doen vandaag. En we gaan deze maar eens even leeghalen. En die gaan we in de droger doen. Want het is klote weer en we gaan het niet buiten hangen. En mijn kleding gaat nooit in de droger. En vesten met ritsen ook niet, want dan ga je ritsen sneller kapot. Wist je dat? Tipje. En we gaan weer lunch maken. Gulde zalm. Met avocado. En ik heb ook nog garnaaltjes. En ik maak er ook edambonen bij. Ga ik trek in. Een tijd geleden. Deze verwilderde meid zit even lekker op de bank. Ik ben even op de zonnebank geweest, want ik moest even warmte hebben. Even een quick update van wat er nou afgelopen week is gebeurd. Kalium stond natuurlijk weer dramatisch laag. En ik kreeg er nou zulke spierkrampen, nou gewoon onbeschrijfelijk. Mijn handen stonden de verkeerde kant op, mijn benen gingen s'nachts trekken. Dat trok op een gegeven moment door naar mijn rug s'nachts. En uiteindelijk belandde dat in mijn nek.
En stel je voor dat je hele nek zo verkrampt en helemaal strak naar achter getrokken wordt, dan stik je. En dat was gewoon één grote paniek. Want ik werd blauw en ik kreeg geen lucht en ja, dus ja, gisteren nog krampen gehad en gewoon zo, ik wil het niet eens zeggen, maar ja, ik film mijn leven, dus ik moet het gewoon zeggen. Ze moesten me gewoon eten geven, want ik kon niet eens mijn bestek bedienen. Hoe fucked up ben je dan? Ja, ik ben echt even heel boos. Vanmorgen is er al mijn bloed geprikt. Vanmorgen ging het huisarts aan de telefoon. Ik had echt geen tijd. Dus je belt weer gigantisch kut. Wel vanmiddag maar. Ook als je de uitslagen hebt, nu even niet. Dus ik zit nu te wachten op de uitslagen. En ik hoop zo. Zo dat mijn bloedwaardes gestegen zijn. Maar ja, vanmorgen had ik weer kramp tijdens het prikken. Dus ja, ik weet niet wat het is hoor. Maar het is heel erg beangstigend. Tering zie ik eruit zeg. Sorry hoor. Ik ben een huisvrouw. Ik ben niet altijd een fliek. Dus ja, het is even. En dan die poot. Nou, de ene keer gaat het goed, maar vannacht heb ik er waarschijnlijk op gedrukt of zo met mijn andere been. Dus nou, dit weer hier. En ik heb het fucking druk. Ja, en ik vloek veel. En ik mag vloeken van mezelf. En als hij niet aanstaat, dan scroll je maar door. Zaterdag is mijn kindjarig. Ik ook nog alles voor regelen. Nog niks gedaan. Geen boodschappen, niks. Ja. Dus wat gebeurt er morgen en zaterdag? Dat wordt rennen en vliegen. Maar dan heb ik helpende handjes. Dus dat scheelt dan weer. Dus ja. Ik heb ondertussen mijn kipje gemarineerd. Dat ben ik vergeten te vloggen. Ik moet even wennen nog aan die dagelijkse vlogjes. En ja, dadelijk komt alles thuis. Gaan we eten. En dan zien we wel. Ik ga douchen en mijn haar wassen vanavond. En verder heb ik eigenlijk niet veel op de planning. Ja, ik wil nog een paar blogposts vooruit schrijven. Want ik had al een blogpost geplaatst op de site. Want ik hou niet van een lege site. Ik plan altijd een week vooruit. Maar ja, hij staat gewoon leeg nu. En dan kan ik gewoon echt niet tegen. En ik heb dingen genoeg om over te bloggen hoor. Echt waar. Maar ik geef mezelf gewoon geen tijd. Terwijl ik tijd zat heb. Ja, mindfuck. Dus. Ja, we zitten en dan ga ik de keuken in. En dan begint het hele riedeltje weer opnieuw. Dus, zonnetje is weg. Jammer. Maar het wordt nu echt herfst. Het wordt koud. Balen, hè? Maar ja, wat heb je nou echt aan zomer gehad? Helemaal niks. Beetje zonde weer. Dus, maar goed, genoeg geluld. We gaan gezellig eten met z'n allen. Ja. Hi. Hi. Zo, het is bij 7:00. Ik kan maar janken. Ik heb net de arts een telefoon gehad. Dat gaat even heel slecht. Mijn kalium was wel gestegen, dat wel. Maar de rest van de fase is om te janken. En dan moet ik nou gewoon spontaan een botbreuken krijgen in mijn enkel, ja. Botontkalking. Het hele skelet is wat broos. Dus niet alleen mijn waardes zijn kut. Maar het lichaam kapt er ook mee. Ja. Welcome to my life. Ik wist nou niet of ik dat hierin moest vloggen of apart moest vloggen voor Project A.
Nou, ik film mijn leven, dus dit is mijn leven. Mijn leven. Is het een leven? Ze gaan volgende week in gesprek en kijken we wel. Ik ga nu lekker douchen. En dan lekker naar bed. Nu ga ik vlog hem afsluiten, sorry. En ik hoop morgen weer een beetje vrolijk te zijn en weer mijn schouders onder te kunnen zetten. En te klokken. Ik wil niet janken in mijn vlog. Trut. Maar ja. Bedankt voor het kijken en ik zie je morgen, ja. Doei. Oh wauw, dit is echt slecht. Het is vrijdagavond. Wel 7 of zo. Ik heb niet gevlogd vandaag. Nee, ik was druk en onderweg en ja. Ik dacht, kut. Volgens mij nog het openen. Ik zie er ook lekker veel uit, maar ja, wat wil je met dat Nederlandse shit weer? Dus, maar goed, ik ga het even een bordje Brinta eten. Brinta, ja, Brinta. Maar, het is omdat het moet. Dus, en daarna klets ik jullie even bij, goed? Ik heb wel even geshopt vandaag. Dan zal ik een aparte blogpost over maken. Al reddetjes en zo. Ik vind het cute. En die, daar twijfel ik nog over. Ze zijn wel leuk, maar... En een bronzer en een highlighter. En wat is dit? Strobing palette. Ziet er ook wel leuk uit. Maar, daar komt dus een aparte blogpost over. Oh ja, en ik heb deze gehaald een keer. Super shine. Ik heb allemaal producten van André Lon. Van deze. Dat vind ik wel lekker, maar deze had ik nog niet. Dus die gaan we even proberen morgen. Maar nogmaals, ik moet een aparte blogpost over. En verder. En oh, wat een crappy licht. Dat is meteen heel balk. Nee, dat gaan we even anders doen. Dat is iets beter. Dat is mijn... Kun je niet zien? Oh, een paraplu. Oftewel mijn softbox. En mijn studio. Nou, moet wat. Het wordt een beetje donker, want het is echt crappy weer. Echt de hele dag al regen, regen, regen. Maar goed, daarom zit mijn haar ook zo flesjes. Maar goed, maakt niet uit. Een beetje bekomen van de schrik, beetje. Ja, ik weet dat wat te doen staat in ieder geval. Dus... Maar daar wil ik dit weekend eigenlijk verder niet te veel op ingaan, eerlijk gezegd. Want morgen is mijn kindjaar of zaterdag. En natuurlijk gewoon gezellig kunnen vieren. Dus, ja. Nou ja, goed, vandaag eventjes wat boodschapjes gedaan met Nio. En morgen alleen nog een paar kleine dingetjes halen. En dan ben ik klaar en morgen vieren we natuurlijk was de verjaardag, want het is morgen ook echt jaar, 9 september. Dus ja, heel gezellig, ik heb er zin in en ja, in balen van het weer. We zitten elk jaar lekker buiten, maar dit keer dan niet. Nou ja, goed. Het is niet anders. Dus, ik ga het zo lekker beneden opruimen. En lekker mijn make-up eraf halen, zal ik eerst gaan smeren. Ik ga eerst smeren, even kijken of ik gekocht heb natuurlijk. En dan ga ik lekker naar bed. Dus ja, niet veel gevlogd vandaag, maar goed. Ik had zomaar reden en ik had geen zin. En, ik hoop dat daar een beetje begrip voor is. En als er geen begrip voor is, jouw probleem, sorry. Dus, ik zie jullie morgen. Op de birthday. Doei. En een goedemorgen. Het is zaterdag 9 september en mijn kind is jarig. Yes. Rachel is vandaag 13 jaar, dus...
Die zijn druk aan het kakelen met de zus. Ik ben opgemaakt, aangekleed. Ik ga het als de wiede weer mijn dingen doen. En het hoogst. En ik heb mijn haar gedaan. In de gloria. Dus ik ga mijn medicijn innemen en dan go. Zo, ik heb één geluk, het is droog. Volgens mij gaat gewoon echt de zon schijnen. Maar het is maar 13,5 graden. Ik zit heel eventjes op Nio te wachten. Die is even een paar boodschapjes voor mijn man doen. En dan gaan we weer verder. Tuffen. Ja. Zit de mail weer aan? Kijk, ik zit te vloggen. Moet je ook? Nee, hè? Nee. Ah, cool. Vierde Parijs spelen. Ja. Je zit helemaal met die vingers zo grote, kleine. Wat ben je mooi aan het doen, hè, Jack? Dat kun je wel, hè? Ik kan me eigenlijk niet zelf opbouwen. Mooi. En het risico om het cel weg. Ja. Lekker dippen. Tante Rachel leert het goed. Geen mes gebruiken. Nee, je douwt gewoon je broodje in het bakje. Ja, hè? Ja, hè? Doe maar zo. Toppie. Toppie. Goed bezig. Ze had zeg maar eerst altijd een visio. Jake is zo druk. Ze was alleen even geweest. Jee. Hier. Hoppa. En op een gegeven moment dacht ik, ja, de volgende afspraak is vast over 2 weken. Goed. 2 weken, dan gaan we. Ja. Je moet er even bij zitten gaan foto maken. En Bam, film jij dat even? Hij staat er aan. Oh, oh. Maar hij staat, ik hoef niks te doen. Nee, ik hoef niks te doen. Yes! Oké, eindelijk. Ja! Kietel je zusje, Jacob. Nee, nee. Wacht, ik ga even zitten. Jee, hi. We hebben nog even de vlog over. Nou, laat het los. Wat ga je doen? Zo, ik ga de vlog afsluiten. Het is bij 9. Oeh, een beetje laat. Ik zie eruit dat ik op plot ben. Werkelijk waar. Ik heb een superleuke dag gehad. De Ras heeft een topdag gehad. Ze is lekker verwend en... Dat is gewoon super gezellig. Ik heb niet veel gevlogd. Ja, ik had het druk met mijn visite. Sorry. Dus, ik ga deze vlog ook afsluiten. En ik begin morgen weer een nieuwe. En deze vlog komt vandaag online. Dat is zondag. En dan zondag start er weer een nieuwe. En die komt dan weer woensdag online. Maak er een zootje van, hè. Dus ik wil iedereen bedanken voor de felicitaties van Ras. Super lief, super leuk. Ook namens Rachel natuurlijk. En ja, we hebben een top gehad. Ja. Ja. En een lekker dagje. Dus morgen lekker chill. Nee, mijn vriendin komt vandaag dan. Morgen, zondag. Irritant is dat, zeg. Dus, maar verder doen we niet lekker veel, lekker makkie aan. En, dus. Hey, bedankt voor het kijken, duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik zie jullie woensdag weer. Doei doei!